Om suïcidepreventie bij jongeren aan te pakken, heeft minister McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ, op vrijdag 14 april de commissie Suïcidepreventie en Psychosociale Begeleiding geïnstalleerd. Om meer inzicht te krijgen in de suïcideproblematiek werd er een onderzoek gedaan naar de reden voor jongeren om zelfmoord te plegen. Uit dit onderzoek is er een actieplan voortgevloeid die gefocust is op het structureel aanpakken van de mentale gezondheid bij jongeren. Directeur van Jeugdzaken, Gentry Mangru, zegt in de hoedanigheid van commissievoorzitter dat het de bedoeling is te werken aan het bieden van laagdrempelige en jeugdvriendelijke hulpverlening aan jongeren. Er is gekozen voor suïcidepreventie omdat, zoals u weet, zijn er regelmatig gevallen van zelfmoord onder jongeren. Dat horen we steeds in de media en wij vonden het alarmerend genoeg om dus actie te ondernemen, om na te gaan wat er speelt bij de jongeren en hoe we in principe hierop zouden kunnen inspelen en helpen. Dus vandaar dat er is gekozen bij het directoraat Jeugdzaken om dit op te pakken, om samen met overige ministeries die ook hierin bijdrage kunnen leveren, om te werken aan reductie van het probleem of in ieder geval hulpverlening naar de jongeren toe te organiseren. Uit het onderzoek bleek dat 36% van de deelnemers ooit heeft gedacht aan het plegen van suïcide. De oorzaak achter deze gevallen hadden allemaal te maken met mentale gezondheid. Het was daarom prioriteit van de commissie om op basis hiervan partners aan te trekken die kunnen helpen bij het oplossen van dit probleem. Verder is er ook een mapping gedaan om na te gaan op welke plekken we mensen hebben die hulpverlening zouden kunnen bieden. Dus een mapping van social workers, landelijk. Omdat als we tot actie overgaan, dan moet je ook wel mensen hebben in het veld die de jongeren kunnen opvangen en begeleiden. Als vervolg hierop is er dus nu weer de suïcidecommissie ingesteld. Hier en daar zijn er dus vervanging van mensen van de verschillende ministeries, omdat de focus toch een beetje anders is dan in het eerste traject. En waar het nu om gaat is dus dat we dus de mentale bewustzijn van jongeren willen vergroten. We willen hun weerbaarheid vergroten. Waar we ook aan moeten werken is dus het bieden van laagdrempelige en jeugdvriendelijke hulpverlening aan jongeren met suïcidaal gedrag, maar eigenlijk met mental health issues. En het beperken van de toegang en de controle op middelen die gebruikt kunnen worden voor het plegen van suïcide. Mangro zegt dat het ook de bedoeling is samen te werken met verschillende ministeries en organisaties die zich reeds bezighouden met mentale gezondheid bij jongeren. De commissie is geïnstalleerd voor een periode van een jaar.